staan hier bij de Gomaris in Gorinchem. En jij gaat zo examen geschiedenis doen. Ja, dat klopt. En hier op het plein nog even een potje voetbal, even ontspannen. Ja, dat was eigenlijk het idee van een vriend van mij. Even lekker nog even alle energie eruit gooien, zodat je straks lekker een beetje rustig voor het examen zit. Hoe leer je nou een examen geschiedenis? Ja, je leert gewoon eerst, je leest gewoon eerst alles over. De meest belangrijke dingen ga je even opschrijven en alle belangrijke dingen die je echt goed moet weten, die ga je dan nog extra keer goed leren. En dan. Hey dames, hebben jullie een beetje geslapen? Nou, nee. Zenuwachtig? Nou, valt eigenlijk wel mee. Geschiedenis is altijd wel heel gezellig, maar dat komt meestal door de leraar dan door het vak eigenlijk. Maar het vak moet toch niet gezellig zijn? We moeten wat leren, of is dat heel ouderwets? Ja, maar we leren wel wat. Koude Oorlog. Wanneer was die? 1945 tot 1991. Hoe heb je je voorbereid op het examen? Geleerd zeg maar een paar uurtjes of zo. Een paar uurtjes? Ja. Oh, dat is mooi kort. De 80-jarige oorlog? Die hoeven we niet te leren. Heb je een beetje goed voorbereid op het examen? Ik heb in de les sowieso. Bij geschiedenis hebben wij veel examens gemaakt. Gewoon als test. En mijn eerste examen was een 8-2 geloof ik. En ik heb thuis nog twee examens geoefend. Dus. Ben je zenuwachtig? Nee, helemaal niet. Nou, in 1848 was onder andere de koning Willem II. Die gaf, werd van conservatief liberaal. Want hij was bang dat in Nederland net zo'n revolutie als Frankrijk kwam. Dat hij afgezet zou worden. Hoe ging het? Ja, goed. Dat was, ik vond hem wel te doen, ja. Jij kwam volgens mij iets te laat binnen, of niet? Ja, je moest volgens mij een kwartier van tevoren er zijn, maar dat wist ik helemaal niet. Dus ik kwam gewoon om 9 uur binnen. Dus ze waren niet zo streng, hè? Nee, ik kon gewoon zitten, dus dat ging gewoon goed. Ja, op zich, hij ging wel. Maar sommige vragen waren wel moeilijker. Viel het mee of tegen? Het viel op zich wel mee, maar er zaten wel moeilijke vragen tussen. Wat mij betreft, het was een lang examen, maar het was niet een heel moeilijk examen. Zeker niet moeilijker dan de afgelopen jaren. Dus ik heb er redelijk vertrouwen in. Ja, het ging wel goed. Misschien een beetje gehaast, maar ik heb er wel een goed gevoel over. Hey, wat voor cijfer heb je, denk je? Een 5 of 6. En stond je er goed voor? Ja, gemiddeld wel. Iedereen had van die mooie blauwe schoentjes aan. Waarom is dat? Ja, bij die laatste gymzaal hebben ze wel gewoon normale vloerbedekkingen gelegd. En dit is gewoon normaal. Het is gewoon echt een normale gymzaal, dat mag je eigenlijk niet beschadigen dus. Oh, ik dacht eigenlijk eerst nieuwe mode of zo. Ja, ik vond het ook wel niet echt heel mooi staan, heel gezegd. Maar ja, kun je ook weinig doen natuurlijk. Vanmiddag meteen weer leren? Ja, ik ga vanmiddag wel leren, ja.